het RKBSDOM heeft meegewerkt aan een alternatieve oplossing in de kwestie van het poortgebouw op het scholencomplex aan de Monsjeneer-Wulvingstraat dat gesloopt zou worden. Dit stelt Imro Smit, secretaris Monumentenzorg, vandaag tijdens een persmoment op het hoofdkwartier van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De functionaris zegt dat de wens is om een acute oplossing te zoeken voor de kwestie. We hebben aan het begin ook aangegeven dat we erkennen dat er, zeg maar, bij het instorten dat er een gevaar zou zijn voor levens van mensen in de directe omgeving. Maar we hebben meteen ook de bisschop gevraagd om te kijken naar een alternatieve oplossing. Dus de levens van mensen die gevaar zouden oplopen, bagatelliseren we niet, absoluut niet. Maar we hebben gevraagd, laten we kijken naar een manier om een acute oplossing ervoor te zoeken. De school... Smit geeft aan dat besloten is om te gaan voor een ondersteunende constructie van het pand in plaats van het te slopen. Dit zal ervoor zorgen dat het gebouw niet instort. Dus we gaan een steiger plaatsen, alleen maar dat het pand niet stort. En daarmee zullen we dus ook voorkomen dat mensenlevens in de directe omgeving in gevaar zouden komen. Dus dat is die acute oplossing die we hebben kunnen bereiken met het bisdom. Nogmaals, een ondersteunende constructie. En daarmee heeft het bisdom aangegeven dat er niet voldoende middelen zijn om die ondersteunende constructie te plaatsen. Dus hebben wij het voorstel gedaan, maar het voorstel komt ook van het bisdom hoor, van in hoeverre zou de overheid kunnen inkomen met een deel van de kosten. Smit verduidelijkt dat de voorstellen uit de gesprekken met het bisdom zijn meegenomen. Hij gelooft dat het beste besluit genomen is om de kwestie aan te pakken.